Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik 95 kills voor jullie met de ASM1. 95 kills om 2 met de 95 streak. Oftewel, ik ging eigenlijk voor de 95, of in ieder geval, ik probeerde voor de 100 om 0 te gaan. Maar ging op het einde twee keer dood doordat er iemand sprayend om de hoek kwam en ik net aan het reloaden was. En daardoor ging ik dood. Helaas, anders had het misschien wel 100 om 0 geweest. Dat was wel heel sick geweest. Maar helaas niet. Mijn beste kills tot nu toe, mijn meeste kills tot nu toe. En DNA bom zit erin. Voor de rest is het alleen en maar... chopper gunner kills, of hoe heet zoiets, warbird kills. Ik weet niet of ik nou, hoeveel kills ik nodig heb voor mijn secondary. Ik heb het niet voor mijn secondary, maar nou, voor mijn tweede DNA, een double DNA bomb. Ik denk niet dat het er heel veel zijn. Ik denk dat ik zelf op de 28 zat, 29 misschien wel. Dus tel lekker mee en schrijf het in de comments op het moment als je het ziet. De vorige keer had iemand dat ook gedaan, toen zei ik van, ik weet niet hoeveel ik er nodig had, maar toen had ik een DNA bomb, of nee, toen had ik een fishes met 25 streak. Dus had ik eigenlijk bijna nog eens de DNA bomb gehaald ook. Ja, het is weer tegen noobs zoals altijd, want noobs, ja, daar kan jij tegen spelen. Daar hou jij DNA-bombs. Je haalt geen DNA-bombs tegen de pro's. Je haalt geen DNA-bombs tegen de Erics, tegen de Giels. Dat doe je niet. Die kans is gewoon heel klein. Natuurlijk, ik heb wel eens een nuke of een Moab tegen gehad, maar die... Zo, dat is zo weinig gebeurd. Daar hou je het gewoon niet zo snel tegen. En tegen noobs wel. Nou, nu komen de mensen die zeggen dan van, ja oké, maar hoe kom je dan tegen noobs? Hoe haal je dit? Nou, het is net zoals elke andere YouTuber waar jij 100 om 0 ziet staan, 100 plussen ziet staan, hoe jij dubbel DNA's, dat soort dingen. Het is gewoon noobs opzoeken. En dat heb je reverse booster voor nodig. Ik ben altijd heel fel tegen reverse booster geweest. Reverse booster is niet iets waar je normaal gebruik van moet maken. Maar, het is een manier om jou in lobby's te pompen waar je echt lekker bezig kan gaan, waar je heerlijk lekker speelt. En ik moet zeggen, op het moment als ik met mijn main account elk potje 99% van de tijd moet zweten om de overwinning binnen te halen, zweten om niet helemaal gek te worden van de game, dan vind ik dat niet leuk, dan vind ik dat niet leuk spelen en dan ga je... kut zijn op een gegeven moment en dan heb je er geen zin in en dan kom je in een downwise spiral, nee downside, nee, hoe zeg je dat in het Engels, weet ik niet. Je komt in een spiraal terecht die je naar beneden brengt en dat is gewoon niet fijn spelen, dat is gewoon, het is gewoon niet leuk. Nu gaat het niet altijd om de gameplay. Ik weet dat er heel veel mensen, zoals bijvoorbeeld Remco, daar hebben we het heel vaak in de call mee. Remco kijkt niet naar de gameplay, die kijkt naar mij. Ik weet dat. Ik denk 90% van de mensen die mij goed kijken, dat ze voor mij kijken en niet zozeer voor de gameplay. Maar er zitten ook een paar mensen bij die vinden gameplay ook leuk om naar te kijken. En ik heb zelf, toen ik dit ging uitproberen en dit soort gameplays binnen ging halen, heb ik zelf, dit vind ik leuker om naar te kijken. Het is rushy, het is snel. Ja, ze zijn niet zo mega goed, maar daardoor krijg je dingen, momenten in een game die je anders niet krijgt. Ik spring soms... met hele gekke dingen rond. Ik doe dingen waarvan ik denk, hoe doe ik ze? En dat krijg je alleen op dit soort manieren. En dan vind ik een gameplay veel en veel leuker om naar te kijken. Vind ik een game veel en veel leuker om te spelen. Je ziet dat ik hier en daar gewoon geraakt word door kogels. Je ziet dat ik gewoon ook soms gewoon echt op het leven na dood sta. Maar ik trek het wel, ik red het wel. En ik denk zelfs op deze manier, met ik zou deze lobby, die zouden we kopiëren naar elk van jullie. Dan denk ik dat 90% nog steeds niet dit soort scores kan halen. Een aantal van jullie wel, maar niet iedereen. En nu is het zo van, ja oké, maar moet je dan, mag je dan, hè? Hoe zit dat dan? En om heel eerlijk te zeggen, ja, op het moment als jij de game leuk vindt en vermaakt op de manier zoals die gemaakt is met SBMM, dan moet je het lekker zo spelen. Maar ik vind Call of Duty leuk. Ik vind Advanced Warfare vind ik briljant, goede Call of Duty. Maar ik haat SBMM. Ik haat het. Ik vind het niet leuk. Ik irriteer me er helemaal dood aan. En wat moet je dan? En toen ben ik dit gaan doen met nog een aantal anderen. Ik zal geen namen noemen. Moet ze lekker zelf weten of ze dat zeggen. Ik zit in mijn eentje. Heel veel. En dan heb ik zoiets van, weet je... Ik vind het prima. Ik vermaak me ermee. Moet ik me dan schuilen achter... nee, ik doe het niet. Nee, ik ben goed genoeg. Nee.
honest, I tell the truth, I always did and I always will. En dus dat kan je ook gewoon van mij verwachten. Ben je het er niet mee eens, haat je me daardoor, prima, geen probleem. Dan moet je lekker kijken bij mensen die het niet doen. 90% van YouTube op dit moment Engels naar Nederlands. Ik weet niet wat iedereen in het Nederlands doet, daar ga ik ook niet over uitweiden. Maar in het Engels weet ik wel, want die kijk ik heel veel. Doet 90% dit ook. Vooral de mensen die gameplay halen en echt de sikke gameplay halen. Er zijn een enkele die kunnen het zonder, maar zijn er niet veel op Advanced Warfare. En op het moment als ik die gameplay zie, dan denk ik van wauw. En als ik die commentaries hoor, dan denk ik wauw. Niet alleen is het gewoon gaaf om naar te kijken, ze hebben er plezier in. Ze hebben echt gewoon plezier erin. En why not? Op het moment als jij met je main account deze mensen tegenkomt. Hè? Je hebt een keertje muscle en je hebt zo'n lobby. Is het dan wel acceptabel? Het blijft dezelfde skill. Ik bedoel, hè? Het is nog steeds tegen noobs. Het is nog steeds tegen mensen die zo slecht zijn in de game dat ze een 100 plus kunnen halen. Of dat ze een 100 killstreak kunnen halen. What's the difference dan dat ik ervoor zorg dat ik deze mensen zo nu en dan tegenkom en iets vaker dan normaal. Dan dat ik me elke keer rot loop te zweten. Ik zie het verschil niet. Laat mij even in de comments achter op het moment als je wel het verschil ziet. Een volgend puntje is iets waar ik ook met Remco over had. Hè? Ben je dan net zo trots? Nee, er zit wel een verschil in. Ik bedoel, het is 95 kills. Ik vind hem vet. Het ziet er gaaf uit. Het ziet er leuk uit. En ik was ook best wel hyped hoor toen ik het had. Want het is nog steeds niet makkelijk om te halen. Maar stel, ik had dit op mijn main account. En ik had geen second account nodig gehad. En ik had geen reverse boosting nodig gehad. Dan was je veel trotser. Daarom met dit soort gameplays, ik claim niks. Ik claim geen Nederlands hoogste record. Ik claim niet, ik heb Nederlands meeste DNA's of wat dan ook. Ik weet niet eens of dat überhaupt zo is, maar ik claim het niet. Waarom niet? Ja, op het moment dat je dat doet, dan moet je er ook niet aan claimen. Dan moet je echt 100.000% legit spelen. Dus dat neemt niet weg dat ik nog steeds dit zo blijf spelen. Dat ik waarschijnlijk veel van dit soort gameplays ga laten zien. En ja, op het moment als jij denkt van ja, ik kan het ook. Als jij dat kan, probeer het. Probeer het. Doe het gewoon en kijk of je het kan. Kan je het? Prima. Kan je het niet? Dan moet je ook dit soort gameplays alsnog respecteren. Dat is zeiden dat allemaal. Eventjes over de klas. Dat ging dus even over skill-based matchmaking en reverse boosten. En laat even je reactie weten hoe je erover denkt. Oké, top. Mijn klas. ASM1 beestwapen. Met, ik gebruik hier foregrip. En ik gebruik hier Long Barrel, of hoe ze dat in Advanced Warfare noemen. Dat zijn de enige twee attachments die ik gebruik. Waarom zijn dat de enige twee? Meer heb ik niet nodig bij een SMG. En daarom gebruik ik graag SMG's. En daarom ben ik blij dat er een SMG is die eindelijk het op kan nemen tegen assault rifles. SMG's heb je geen stok voor nodig, want je bent al snel met aimen. Je hebt geen quick draw nodig, want die gaat al een heel stuk sneller. Dus dat zijn de twee belangrijkste perks of attachments voor mij die ik gebruik en die hoef ik nu niet te gebruiken. Dus dat vind ik al fijn. Dan heb je Long Barrel om de range te verhogen en je hebt Foregrip om de recoil te verkleinen, zeg maar. En dan ben ik eigenlijk helemaal klaar. Ik gebruik geen Extended Mags, want ik heb hier 45 kills in mijn magazine. En dat ben ik gewend, ook met een Assault Rifle als ik Extended Mags gebruik. Dus al met al heb ik lekker gewoon twee extra punten die ik kan gebruiken om dat in perks te zetten. Of in datgene wat ik eigenlijk wil. Dus daarom, dat vind ik heel fijn. Er zult waarschijnlijk veel SMG gameplay zien de komende tijd. Ik gebruik Toughness en Scavenger. Deze twee gebruik ik altijd. Er komt wel eens de vraag, maar moet je geen Blast Suppressor gebruiken? En Blast Suppressor heb... Zij hebben niet door dat jij Blast Suppressor niet gebruikt, want ze kijken niet op de map. Niet zo heel veel. En als ze erop kijken, dan hebben ze vaak niet eens door dat jij daar bent, zeg maar. Ze kijken niet naar die rondspringende dingetjes. Die rode dingetjes, zeg maar. Dus waarom zou ik het gebruiken als zij er niet op letten? Toughness die helpt mij veel meer in sommige situaties, dus dat vind ik fijner. Dan gebruik ik natuurlijk lightweight, omdat ik extra punten over heb. Anders zouden die punten voor mijn attachment zijn. En ik gebruik low profile, of course. En dan blind eye, want blind eye heb je nu tegenwoordig wel nodig in deze lobby's. Je komt altijd al bijna een keertje een warbird tegen. Hier ging ik dood op mijn 95 streak, ga ik nog twee keer dood en dan is het klaar. Best verder sick, vind ik zelf, dus top.
Kijken of we de 100 plus kunnen halen. Dat zal wel nice zijn. Dat zal wel nice zijn. Al met al, laat nog eventjes je mening achter. En ben je teleurgesteld in me? Prima. Dan, en je wilt me niet meer kijken, dan prima. Kijk je nog steeds voor mij omdat ik het ben. Helemaal top. Ik hou van jullie. Ik zeg laters. En let's go to the 3000 subs.